Yo mensen, Spider-Fix Live, mijn naam is Sven. En ik ben Koen. En we gaan vandaag aardappelen schieten. Wat heb je allemaal nodig? Aardappelen natuurlijk. Een aansteker. Een deobus. En dit ding. Potato gun. We gaan even uitleggen hoe dit werkt. Nou, ik denk dat iedereen het wel weet. Je maakt hem open. Je spuit wat deo in. Je doet hem dicht. Je doet er dan een aardappel in. We doen het nu even zonder aardappel. En dan doe je dit. Oh. En dan komt er bij. Dan hoort er een knal te komen. Dat dus. Hey! Dus we gaan nu eventjes testen en we gaan nu even in de lucht schieten. Hij is warm. Oeh. Oh, lekker. Oh, is wel lekker om je handen op te warmen. Fucking chill. We moeten eerst even op zoek naar een stok, want die zijn we dus vergeten. Die om hier die aardappels naar beneden te duwen. Koen is druk bezig met de stok te fixen. Dit stuk. Oh. Oh, ja! Ja, hartje! Ja. Dat is hem hoor. We hebben een stok gevonden. Kijk wat we toevallig vinden in het bos. Een Pyrofrix Fly stok. Oh, ja. Dat is mooi. Zo, je witte. Oh ja, joh, lekker met je neus in mijn lens. Waarom ook niet? Ja, ja, ja. Oh, ja. Dat is lekker. Pas die. Nee, gewoon rammen. Oh, nee, onze stok! Nee, dat is de verkeerde kant. Oh. Dat logo. Ram er even in. Gewoon met je hand. Bam! Wat vlot. En nu porren. En nu met die stok. Laden. Ja, zo is goed. Ja, draai er. Kut. Oké, zet er recht op. Ja, wacht, waar is dat? Ja. Komt ie. Waar is hij? Wat? What the fuck? Waar is hij? Merk. Oh, wow. What the fuck? Hij viel nu pas op de grond. Film die shit. Wow, hij ging hoog. Ik zag hem niet. Ik dacht dat hij al neer was. Nee. We kunnen hem nog een keer gebruiken. Hé, hey, probeer eens. Ja. Ik doe lekker veel. Weer de lucht in, hè? Want we moeten kijken. Oké, ja? Ja. Wacht, kinderslot. Wat doet hij niet? What the fuck, kijk. Die ging niet goed, man. Nee, maar hij ging wel. Ik wel zag wel. Hem wel. Zag je hem? Ja, jij niet? Nee. Dit is leuk, jongens. Ik denk dat we nieuwe aardappel nodig hebben, of niet? Oké. Waarom zit je hem op kinderslot? Gaat hij vanzelf. Ja? Ja. Waarom gaat hij niet? Je moet even... Oh shit, hij is gewoon kapot, man. Nee. Of niet? Shit. Ja, die gaat het niet meer doen. Hier is dat gat. Dus hij moet zo. Kan je me niet inslaan. Ik denk als het wel nog lukt als we hem op de grond zetten. Ja. Maar waar zag je die aardappel? Ja. Die haalde helemaal tot die bomen daar. Niet? Ja. Die ging wel verder dan die bomen. Die ging gewoon van langs die bomen. Maar er was dus gewoon te veel deo zat erin, denk ik. Hij knalde kapot hard naar achter. Ik ben blij dat ik hem zo hield. Als ik hem zo had. Oh. Of als je hem bij je pik had. Oh. Geen kindjes meer. Hey. Doet hij het nog wel? Dat weet ik niet. Testen. Ja, die aansteker die past er niet in. Kut. Kan je niet op de grond slaan. Nee, kijk. Hij moet er even wat meer uit. Nee, dat is de dop die eruit. Jezus. Ja, dat ging wel. Mijn handen, jongen. Testen zonder potato. Ja, maar dit moet echt een kracht zijn om dit weg te duwen. Ja. En hij was nog gelijmd ook nog eens, hè. Ze hebben niets voor niets in dop. Want we hebben denk ik te veel. Van een beetje in dop. Oh, dat ging wel prima. Yeah. Geef die maar weer terug. Oh, dit keer ook. Klinkt net als die shelf. Ja. De lucht is schieten, hè? Ja. Wacht, de aansteker gaat er niet meer in. Ah, jawel.
is hij? Weet ik niet. Oh. Kijk, oh, kijk die aansteker. Wow. Ja, die aansteker is dat 2 jaar, dat dacht ik al. Ja, die aansteker is stuk. Dat komt natuurlijk omdat het andere deel gaat van elkaar los en je aansteker zit er dan nog in. We hebben weer een beter plan. We gaan hem weer even inslaan. Niet te ver, want anders krijgen we hem er zo niet meer uit. Je moet... Ja, oké, stop. Kut. Oh, kut, hij zit scheef. Oh, we moeten onze tactiek weer doen. Oh, die kant. Ja. Eén. Laat mij draaien. Ja. Ja. Om mijn kop aan. Gewoon duwen. Oh. Een nieuwe. Ik kan hem beter gooien. Dan kom ik ook hoog. Ja, maar nu krijgen we een knal. Dat is waar. Ook toch wat verder, volgende. Of niet? Ik weet niet. Oh, deze doet het niet. Jawel, deze is een beetje stuk. We zijn tot het idee gekomen om hem in een zand te graven in plaats van los op de grond. En dan komt die auto weer. 3, 2, 1, komt u. Jawel, dat zie je. Hoor je wel. Ja, je hoort hem wel. Je ziet hem alleen niet. Er zaten er meer in. Er zaten er nu meer in. Lijkt wel mijn toeristen die langs kwamen. Toeristenbus. Toeristenbus. Met... Schiet achteruit. Ja, achteruit. Ja. Zie je het nog? Ja. Wachten. Komt u. Nooit. Ik durf niet. Moet je weer blazen, dan gaat hij hard, jongen, als je blaast. Oh, kijk hem daar. Die viel tegen. Oh, was wel lekker warm. Nou is jouw beurt. Ja. Ja, nou is jouw beurt. What the fuck are you? Zag je hem daar? Ja, hij rolde. Doek. Super vet. Had jij hem erin? Ja. Waar is die aardappel? Die aardappel ging precies door die boom. Zo tegen het steeltje van die boom. Bij mij wel. Ja, omdat ik goed spuit. Jij doet gewoon... Jij doet er veel te vol. Waarom ontploft hij dat? Dat stammetje is ook niet verschoven, hè? Nee, maar daarom... Ik denk dat dit wel veilig is, toch? Veilig? Moet kunnen. Ik ben... 3, 2, 1. De family touch doen we een beetje op de aardappel. Yep. Kijk in de boom. Oh, dan schieten die takken eruit. Ja, fuck vet. Leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. Vergeet de video niet te liken en een reactie achter te laten. En het was echt een geslaagde dag. Zeker weten. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Later. Doei.